Op Schiphol willen wij dat het werk lichter wordt voor de mensen. Daarom zijn wij nu met 3 nieuwe innovaties aan het testen om te kijken hoe we een zo goed mogelijk functionerende tilhulp kunnen creëren. Hier testen we een elektrische tilhulp in plaats van eentje met luchtdruk. De elektrische tilhulp is een stuk gebruiksvriendelijker en loopt een stuk soepeler. De elektrische tilhulp is ook een stuk slanker. Zo kunnen we ook op de plekken waar nog geen tilhulp hangt, zoals hier aan deze carousel, een tilhulp plaatsen. We testen hier de turnable. En het mooie van dit apparaat, op dit moment zou ik vooral mijn rechterspiergroep belasten. Ik kan deze tafel in zijn geheel draaien en zo kan ik ook mijn linkerspiergroep belasten. En zo verdeel ik de belasting. We staan hier bij de launcher en dat is een wereldwijde primeur die wij hier testen. Het mooie is, je trekt eerst de koffer op de tafel. Vervolgens verplaats je de tafel naar de juiste gewenste hoogte, richting de kar. En nu komt de innovatie. Met de launcher wordt de koffer automatisch op de juiste positie geplaatst, zonder dat je hoeft te duwen. Zo maken we het werk hier in de bagagevandeling een stuk lichter. Op Schiphol hebben we meerdere processen. Je hebt het uitgaande proces, je hebt het binnenkomende proces. Je hebt systeemdelen met een carousel, maar je hebt ook systeemdelen met een lateral, een tafel. Dat maakt eigenlijk dat elke tilhulp anders is. Daarom zijn we ook verschillende testen aan het doen om te zorgen dat op elke plek er een goede tilhulp kan hangen. We zijn al een aantal tilhulpen aan het aanschaffen en we zijn nu nog nieuwe type tilhulpen aan het testen. Dat evalueren we samen met de gebruikers en degene die ons het best bevalt, die gaan we daarna ook meteen bestellen om te zorgen dat we in april 2024 overal een goed functionerende tilhulp hebben hangen.